In hoeverre zouden inwoners betrokken moeten worden bij het kiezen van een nieuwe burgemeester? Ja, ik denk dat dat wel goed is, maar wel met zekere grenzen. Ik ben daar niet voor. Ik ben blij dat het nu over partijen en standpunten gaat. Ik denk dat iedereen echt recht heeft om te kiezen wie burgemeester wordt, zoals net met de verkiezingen. Iedereen mag dat natuurlijk. Als de gemeente haar inwoners wel zou willen betrekken bij het proces, hoe kan dat volgens jou dan het beste gebeuren? Ik denk dan van, nou, schrijf een referendum uit en laat iedereen gewoon zelf beslissen. Door in bepaalde buurten, via buurtcomité's, de mening van mensen te polsen en daar dan een indruk van te krijgen. Ik denk dat dat beter is dan een heel referendum over de hele stad. Als je gewoon stemhokjes hebt en iedereen daarheen mag, 18 plus, desondanks je paspoort. Nu is het zo dat ze in Capelle dus ook een nieuwe burgemeester moeten kiezen, maar dat de gemeenteraad heeft besloten om een online vragenlijst te maken. Wat vind jij daarvan dat ze dat op die manier aanpakken daar? Heel leuk. Dat wil ik ook. Bepaalde groepen zijn die niet zo handig zijn online, dus die bereik je dan wat minder. Maar op zich vind ik dat een goede methode. Wat voor eigenschappen moet de nieuwe burgemeester hebben? Benaderbaar. Met andere mensen weten te communiceren. Dat hij meer dit voor de jongeren gaat doen van Rotterdam. Dat een burgemeester echt achter de schermen heel praktisch moet zijn. Naar buiten toe natuurlijk wel een soort van de burgervader. Die functie ook, dus hij moet ook wel heel erg open zijn en heel erg luisteren naar inwoners en in ieder geval heel erg in contact zijn. Ik denk dat hij gewoon een goed voorbeeld moet nemen aan wat er de afgelopen 15 jaar gebeurd is. En misschien ook wel bij Abu Talib raad kan vragen met hoe kan ik dit of dat het beste oplossen. Zou de nieuwe burgemeester een vrouw moeten zijn? Ja, waarom niet? Dat vind ik ook prima, weet je wel, want die kijkt daar dan toch weer op een hele andere manier naar. De volgende stap, een vrouw, dat is eigenlijk alleen maar logisch.